YouTube woensdag. Goeiedag, daar zijn we weer. Gezellig. Eigenlijk meer en meer een spontaan ontstaan idee deze keer. Als er iemand jarig is, weet je wel, bestel ik wel eens wat voor diegene. Bol.com, en als het er onder de 20 euro is en ik zie nog iets voor een paar euro erbij, dan denk ik van bestel maar gelijk mee, dat scheelt weer verzendkosten. Zo ook deze schedels, die zijn van een Bol.com partner uit Engeland. En het zijn 5 schedeltjes van piepschuim. En daar gaan wij een soort kandelaar van maken. Ik kreeg het idee om een kandelaar te maken door zo meteen 3 van deze schedeltjes te nemen. Gaatjes erin, stokje erin. En dan deze hebben we even bij de Action gehaald. Dat zijn onderzetters. Die zijn vrij dun. Dus we doen er 2 op elkaar voor de onderkant en 2 op elkaar voor de bovenkant. Dus dit en dan 3 schedels met een stokje erin. Aan de bovenkant de andere. En daarbovenop komt zo'n zwarte kaars met LED-verlichting. Dus op batterijen, is geen echte kaars. En deze wordt nog met zilververf wordt die nog voorzien van spinnenwebben. Dus gewoon een lekker leuk decoratief ding. Wordt helemaal zwart geverfd. En Monique die gaat het doen, want ik ben op dit moment zelf nog volop met Wally bezig. Inmiddels al een week of 3 mee bezig. En wordt gewoon erg leuk. Dus ja, een kwestie van gaatjes boren met een speedboard de grootte van het stokje. De onderste hoeft hij niet helemaal doorheen. En een beetje bepalen wat er recht is. Nou ja, goed. Je ziet het wel als het klaar is. Wordt helemaal leuk. Nou, dit wordt het hele idee, zeg maar. En dan uiteindelijk deze er nog bovenop. Het is tijd om nu alles vast te zetten en zwart te verven. Hier Matthijs weer even. Ik heb bij de kringloop een aantal van de meest goedkope, simpelweg, de meest afgeprijsde hardcover boeken bij de kringloopwinkel dus vandaan geplukt. En die op elkaar gelijmd. Ik had natuurlijk 2 van die schedeltjes over. Eentje er bovenop gelijmd. De boel helemaal zwart geverfd. En dat staat nu te drogen. Dus ook nog een idee wat we hebben gerealiseerd inmiddels. De onderdelen met schedeltjes zijn klaar. Die kaars die is van wax, maar toch was het met LED-verlichting. Maar daar heb ik met lijmpistool spinnenwebben op gevormd eigenlijk. Beschilderd met zilververf. Plastic spinnetjes erop geplakt. Daar heb ik namelijk nog een hele pot van vol van plastic spinnetjes. En je ziet het, hij doet het. Dus helemaal jovel. En daarmee is deze dus klaar. Die heb ik al laten zien. Hier nog een idee wat ik echt tijden geleden al een keer gemaakt heb, maar nog nooit in een video op laten zien. Dit is gewoon simpelweg een dienbladje van Action of Big Bazaar voor 2 of 3 euro. Goede plaat van een Ouija-board opgezocht via Google. Uitgeprint, gelamineerd of geplastificeerd, net hoe ik het noemen wil. En erin geplakt. En simpel, maar heel effectief. En zo wordt deze video eigenlijk een soort verzameling van kleine ideeën die heel snel te realiseren zijn. Maar ontzettend leuk voor Halloween en gothic scenery. Onze volgende stap is een spiegel. Ik pak hem er even bij. En het is een oude spiegel die al wat te lijden heeft gehad. En die gaan we eigenlijk zowel opknappen als onder handen nemen.
Spiegels hebben namelijk een soort laklaag aan de achterkant. En als je die eraf haalt met een verfkrabber, dan kun je er dwars doorheen kijken. Dat is iets waar we gebruik van willen maken. Dit moet uit elkaar gehaald worden. Voorzichtig. Dit is niks meer waard. Het heeft te veel weersomstandigheden meegemaakt. Dus dat voorzichtig er allemaal afhalen. En dan met een verfkrabber die achterste laag van die spiegel eraf. En dan krijgt het een hele leuke wending. Blijf kijken. De spiegel is ook zowat klaar. Ik had hem helemaal uit elkaar gehaald. De lijst opnieuw geverfd. En de achterkant is met een verfkrabber bewerkt, maar dat ging niet zo snel. Uiteindelijk, toen de eerste folielaag eraf was, heb ik het schuurmachine gepakt. Het is gebakken glas, dus ik verwachtte dat het niet zo snel zou springen. En je ziet het gezicht er al in. Dat is vrij makkelijk gerealiseerd als die achterkant helemaal goed is afgekrabd en geschuurd. Wat er eigenlijk onder zit is niets meer, kijk, je ziet nu ook mijn hand er doorheen, dan een grote print van Linda Blair als Regan McNeil uit de film The Exorcist. Die kan je er dus achter plakken. En dan heb je dus dit effect. Ik ga zelf met de tijd, met Halloween, iets anders doen. De non-Valak uit de film The Conjuring 2, die je in een eerdere tutorial heb gezien, die komt er bij ons achter. En dan met een lichteffect, bewegingsmelder, dat als mensen bij de spiegel in de buurt komen, springt er aan de achterkant van de spiegel verlichting aan en zal de non te zien zijn in de spiegel. Maar desalniettemin is dit toch een gaaf idee, effect. En ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dit was het voor deze video, waarin we eigenlijk kleine, snelle projectjes hebben laten zien, een aantal tegelijk. Drie stuks, dus kleine drie luiken is het geworden. Of Monique was ermee aan de slag, of ik deed het terwijl ik aan het wachten was totdat er iets droog was van Wally, waar ik op dit moment nog steeds mee bezig ben. Wally ben ik inmiddels al een aantal weken mee bezig. Maar goed, dat wordt enorm leuk. En die zie je dus wel in de volgende tutorial ook wel hoe dat die gemaakt wordt. Geef even een duimpje omhoog als je deze ideeën ook weer kon waarderen. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie je sowieso hopelijk bij de volgende video weer. En ik zeg, ga vooral dingen maken.